Erik Pieters mocht afgelopen zondag van Dick Advocaat weer even warm lopen bij het eerste elftal tijdens het duel met FC Twente. Gisteren in Friesland maakte hij zijn werkelijke rentree bij Jong PSV tegen Heerenveen. Eindelijk, het voelt goed om weer eigenlijk op het veld te staan en je ding te kunnen doen. En, tot nu toe voelt het voor mijn voet allemaal goed, dus ik ben er blij mee. Ja. Na 60 minuten, dan ga je langs de kant. Was dat van tevoren de planning of had je toen zoiets van, We zouden in de rust kijken hoe het zou aanvoelen. Ik had misschien wel het idee dat ik misschien iets langer kon spelen, maar ik wilde het risico gewoon niet lopen. Het voelde gewoon goed en nu weet je wel dat je gewoon ook op kunstveld hebt gespeeld. Dat voel je wel in je enkel en ik wil gewoon een reactie morgen afwachten, kijken hoe het is. Ja, want het kunstveld was vorige week nog een probleem. Hè? Op de rechtgang heb je toen besloten om niet te voetballen. Waarom nu wel? Nou ja, ik bedoel, mijn gevoel is er gewoon goed bij. En ik had vorige week had ik ook een twijfel om wel of niet te moeten gaan spelen. Uiteindelijk heb ik besloten om niet te gaan doen. En toen ik hoorde dat ik hier op kunstgras ging spelen, hoorde ik ook dat een van de betere kunstgrasvelden was die er nu ligt. En uiteindelijk moet je het nu toch aan geloven. Ik bedoel, ik train al 3 weken volle bak mee met de groep en dat gaat allemaal goed. Dus waarom zou ik niet op kunstgras kunnen spelen? En het is gewoon dat je gewoon eindelijk weer je ding kan doen en dat is gewoon lekker. We gaan even terug naar 11 april van dit jaar, RKC PSV en opeens lag Erik Pieters weer op de grond. Er lijkt niets aan de hand. Pieters geeft een voorzet, Jeroen Zoet pakt de bal. Maar de pijn zit hem in de rechtervoet. Het kost hem het Europese kampioenschap met het Nederlands elftal en maandenlange revalidatie. Nu is hij terug en heeft geen angst meer. Ja, maar ik denk dat omdat ik de laatste 3 weken zeg, gewoon mee train met de groep en elke keer een paar tikken heb gehad. Ik denk dat je gewoon je wedstrijd moet spelen, niet zoveel moet nadenken. Vorige keer ging het ook goed en nu ging het ook goed. Dat je zegt, ik heb een tik op gehad en daarna voel je het wel even, maar trekt het weg en dan geeft het gewoon een heel lekker gevoel. Ja. En wat is voor nu de planning? Hoe ziet jouw komende weken eruit? Nou, sowieso morgen kijken wat de reactie is op de voet, of dat de reactie is, ja of nee. Als dat er niet is, dus dan ben ik gewoon heel blij en dan kan ik gewoon lekker doorgaan en gewoon lekker trainen met de groep. En eigenlijk is het gewoon per week bekijken wat ik wil en sowieso een minuut maken, zo snel mogelijk bij het tweede. En wie weet moet ik wel eerder een minuut maken bij 1. Maar uiteindelijk is dat maar een afwachting en ga ik gewoon weer kijken hoe het loopt. Dus na de winterstop zien wij Erik Pieters weer terug? Na de winterstop ben ik, hoe het nu uit het gewoon helemaal fit en kan ik wel lekker aanhaken met de groep. De verdediger had kort achter elkaar 2 keer dezelfde blessure. Nu wordt het weer hoog tijd voor de Erik Pieters shuffle.